Heb je het net ook gelezen? Groot in de krant. Dat de zwaarlijvigen onder ons, dus zeg maar de Dikkertje Daps van Nederland, die krijgen voorrang bij de vaccinatie. Nou, ik heb gewoon spierpijn hier in mijn nek van het schudden met mijn hoofd nadat ik dat gelezen had. En nou, dat is toch werkelijk, daar kan geen brutel tegenop. Dan zakt mijn broek zo hard van naar beneden, dat boem, die knapte alle twee die brutels. Jongen, 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 hoe is het mogelijk? Hoe kan dat nou? Dus... je bent een Dikkertje Dap en heb ik het niet over de groep die toevallig dik is vanwege een aandoening of zo. Hey, die laat ik even buiten beschouwing. Maar die Dikkertje Dappers die gewoon de hele dag zitten te vreten gewoon. Die gewoon maar de hele dag lopen te snaaien. En dat is van alles en nog wat. Is het niet een kroket, dan is het wel een gevulde koek. En dan is het wel chocola. En die nog eventjes, s'avonds nog even de koelkast induiken. En nog even lekker zo'n hele pot hagedas naar binnen werken. En maar zich volproppen en 2 keer opscheppen. En noem maar op. Ja, daar krijg je gewoon zo'n verschrikkelijke pens van. Ja, zo'n airbag krijg je daarvan. En boem, boem, boem. Dat ze denken dat je in de plaatselijke drumband loopt mee te knallen. Dat krijg je ervan. Ja, en die worden nu beloond. Al die snaaiers en vreters en noem maar op. Al die Dikkertje Dappen van Nederland, die worden nu beloond en die krijgen nu voorrang. Terwijl ik mensen ken in Nederland en die zijn al 80 of over de 80 heen. En die hebben nog niet 1 prikkie gehad. Niks. En hoe zit het dan met mensen zoals ik? Wat denk je daarvan? Ik krijg dus een tijdje geleden van mijn dokter te horen. Ja, maar Harry, wel de hoogste tijd dat jij een beetje gaat afvallen. Ja. En wat heb ik toen gedaan? Toen ben ik dus op een koolhydraatarm dieet gegaan. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan mag ik een heleboel dingen die ik verschrikkelijk lekker vind, die mag ik niet meer eten. Nee, geen sushi meer. Dag sushi. Geen pasta meer. Oh, een heerlijk bord pasta. Allemaal niet meer. Geen patat meer. Oh, een lekkere zak met mayonaise. Allemaal niet meer. Nee, en nog heel veel meer. Niet. Geen lekker brood meer. Dat koolhydraatarm. En ik ben dus nu 9 kilo of weet ik veel afgevallen. Ja, door me gewoon daaraan te houden. Maar ik word niet beloond. Nee, ik moet nu achteraan in de rij aansluiten. Want we gaan eerst Dikkertje Dap doen. Want Dikkertje Dap, die gaat nu voor. Nou, het is om inderdaad je hoofd te schudden.